Het grootste probleem in cybersecurity zit tussen de stoel en het toetsenbord. Dit is een statement dat je vaak hoort in de cybersecurity, maar het is een statement dat ik durf te betwijfelen. Ik ben psycholoog en ik, studeer, ik heb zo'n twintig jaar mensen bestudeerd uh, in verschillende vakgebieden, maar altijd met het thema defensie en veiligheid. En de laatste zeven jaar daarvan heb ik mij gericht op cybersecurity. Nou, dat klinkt misschien als een vreemde combinatie, de mens en cybersecurity, psychologie en cybersecurity. Maar de combinatie van die expertise is eigenlijk een hele waardevolle, en ik ga uitleggen waarom. Als je kijkt naar cybersecurity, dan zie je dat er veel aandacht is voor de risico's voor bepaalde organisaties. Dus voor een bank moet cybersecurity anders ingericht worden dan voor bijvoorbeeld de bakker op de hoek. En daarvoor zien we in veel organisaties nu gelukkig de rol van een CISO of een ISO ontstaan, die heel goed inrichting weet te geven, invulling aan uh, die specifieke uh, behoeften voor een organisatie. Dus welke processen zijn er nodig, welke type beleid, maar ook wat is er technisch belangrijk voor onze organisatie? En een ISO weet ook vaak heel goed welk gedrag van die mensen in de organisatie daar dan bij hoort. Dus bijvoorbeeld eh, draag je pas, lok je computer, gebruik thuis je VPN. Dat soort dingen kan een ISO allemaal heel mooi opzommen. Alleen wat je dan vaak vervolgens ziet, is dat die regels die worden vervolgens in een soort van campagne vertaald naar een communicatie. We gaan mensen informeren, instrueren over wat we van ze verwachten. Met de achter de aanname dat als je mensen hebt verteld wat we van ze verwachten, dan gaan ze het ook wel doen. En als mensen het dan niet doen, dan wordt dus die conclusie getrokken dat mensen de zwakste schakel zijn in cybersecurity. Alleen weten van, wat je van mensen verwacht is niet per se hetzelfde als ook in staat zijn om mensen daartoe te bewegen. Dat is namelijk uh, de expertise van psychologen. Want wij hebben als psychologen geleerd. Hoe je ervoor zorgt dat mensen hun computer lokken, een sterk paswoord kiezen, hun badge altijd dragen. Dus juist door die combinatie van uh, die expertise van de psychologie toe te voegen aan de cybersecurity. heb je een hele krachtige combinatie eigenlijk. En dat lijkt makkelijk, maar die menskant is gewoon een vak apart. Mensen zijn complex. Um, ze zijn allemaal verschillend. Dus er is ook geen one size fits all. Nou, als je de psychologie combineert. Met de cybersecurity, dan krijg je hele volle inzichten, waardevolle inzichten van twee kanten. Aan de ene kant leert de psychologie van cybersecurity over eigenlijk wat ik net vertelde: hoe moeten de processen eruit zien? Hoe ziet het beleid eruit? Wat is er technisch allemaal mogelijk? En wat verwacht je als information security officer van de mensen? Maar waar ik het vandaag over wil hebben, is juist de stap daarna. Cybersecurity kan namelijk ook een hoop leren van de psychologie. En een van de belangrijkste lessen die ik vandaag wil meegeven is de les dat mensen niet rationeel zijn. En zo behandelen we ze vaak dus wel. Um, wat je ziet is dat het communiceren van regels is waar we heel erg tot nu toe de focus op hebben zien liggen. Um, dat is interessant op het moment dat je ervan uit kunt gaan dat mensen rationele wezens zijn. Dus je weet een regel en dan gedraag je je er ook naar. Maar als je naar het dagelijks leven kijkt, dan zien we dat er heel veel voorbeelden zijn van situaties waarin mensen de regel heus wel weten. Nou, zoals in dit voorbeeld. Mensen wisten hier heus wel, er staat ook nog zo'n bord, maar dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Maar toch hebben ze een reden om zich anders te gedragen. Nou, zo zien we veel meer voorbeelden. We weten wel dat we niet meer mogen appen in de auto op de fiets. En toch doen we het nog steeds. En zo zien we heel veel voorbeelden waaruit blijkt dat het... Puur communiceren van de regels, dus niet meer volstaat om iedereen uh, ook zich veilig te laten gedragen. Nou, dat is in de cybersecurity niet anders. Dus de conclusie is: Weten wat je moet doen betekent nog niet dat je het daadwerkelijk ook doet. Om te vertalen naar je cybersecurity campagne. Tot nu toe is de focus heel lang geweest op het bewustwording, uh, iedereen bewust maken. Dus we zorgen dat we uh, awareness. Trainingen doen, we sturen mensen naar een, um, naar, een, naar een hele trainingsdag. We geven ze een e-learning. Om heel veel kennis bij te, bij te spijkeren, eigenlijk. En dat was dan het einddoel. Alleen wat je dan uiteindelijk hebt. is een organisatie waarin iedereen een team scoort op een awareness-test. Maar dat zegt dus iets over dat ze weten wat ze zouden moeten doen. maar niet over wat ze daadwerkelijk doen. Dus ik pleit ervoor dat we de shift maken van. Um, Awareness als einddoel van onze inspanningen naar veilig gedrag als einddoel. Nou, dan kom ik weer terug bij de psychologie, want psychologie is de wetenschap van het gedrag. En als we dan kijken naar de psychologie, hoe gedrag is opgebouwd, dan zien we dat gedrag bestaat uit drie factoren. Um, de eerste daarvan is capaciteit, nou, daar valt die awareness onder. Want en natuurlijk moeten mensen in de eerste plaats weten en begrijpen wat er van ze verwacht wordt. Want als je niet weet wat je moet doen, dan kun je het ook niet goed gaan doen. Dus ik ben niet tegen awareness, maar het is maar één onderdeel van het uiteindelijke doelgedrag. En daarnaast zijn er nog meerdere uh, aspecten. Zo is er bijvoorbeeld ook de motivatie. Mensen weten wat ze moeten doen, maar ze moeten het ook willen. In het geval van die anderhalve meter die we net zagen. Mensen wisten dat ze anderhalve meter moesten houden. Maar ja, de bloesemtuin stond in bloei. En dat was blijkbaar belangrijker. En die wilden mensen toch zien. En dus gaan ze over die regel heen door iets wat hen anders motiveert. Nou, dan heb je als derde factor nog gelegenheid. En die betekent dat mensen ook in staat gesteld moeten worden om het veilige gedrag te vertonen. Dus heb jij de kans eigenlijk wel om het goede te doen? Nou, en de psychologie zegt dat deze alle drie tot op een bepaald drempelniveau aanwezig moeten zijn. En als één van die drie ontbreekt, dan gaat het gedrag niet plaatsvinden. Als je gedrag wil veranderen, kun je dus ook op alle drie deze factoren aangrijpen. En dan zie je dat als, je, als het ontbreekt aan capaciteit, dan ga je dus gedrag veranderen door te leren. Als het ontbreekt aan motivatie, dan zul je dus gedrag veranderen door te motiveren. En dat is iets heel anders. En tenslotte, als de gelegenheid ontbreekt, dan kun je kennis zenden wat je wil, maar dan is de oplossing faciliteren. Dus gedrag is capaciteit, motivatie en gelegenheid. En gedragsverandering is leren, motiveren of faciliteren. Nou, dat is een mooie theorie, maar hoe weet je nou of je moet leren, motiveren of faciliteren? Nou, weer terug naar de psychologie waarin we zeggen, onderzoek nou wat die mensen tegenhoudt. Ga in dialoog. Doe geen aannames, want wij weten niet wat andere mensen denken. En dit is een hele menselijke neiging om uh, aan te nemen dat wij begrijpen hoe anderen denken. Want we zijn immers zelf ook een mens en um, we hebben er thuis ook een paar, dus ik weet wel waarom zij zo handelen. Nou, ik heb inmiddels jarenlang uh, gesprekken met mensen over heel veel organisaties heen over hun cyberveilige gedrag. En. Ik ben nog steeds soms verbaasd over wat ik van die mensen terughoor. Dus mensen verschillen, mensen zijn complex en ze kunnen jezelf het beste aangeven waarom ze zich gedragen zoals ze gedragen. Als we dat namelijk niet doen en we blijven vervallen in die aannames, dan lopen we een aantal eh, best wel grote risico's. Stel je voor dat eh, de aanname die ik vaak zie is... Nou, iedereen leest de mail die ik stuur heel aandachtig. Nou, dus stoppen we heel veel tijd. In het uh, schrijven van een hele lange e-mail waarin we precies de instructies geven en vertellen mensen stap tot stap wat ze moeten doen. En in de werkelijkheid heeft bijna niemand die mail gelezen. Dat is dus heel zonde van je tijd. Een andere aanname is dat alle medewerkers geïnteresseerd zijn in cybersecurity en daarover willen leren. Nou, dat zou echt heel mooi zijn. Maar de werkelijkheid is helaas niet zo mooi als dit. Heel veel mensen vinden het toch een soort van verplicht nummer. En dat maakt dus uit hoe zij erin staan als je hen er iets over probeert te vertellen. Dus dit soort kennis meenemen in je inspanningen maakt je veel effectiever. Weer een andere aanname is uh, gaat veel meer over wat je denkt dat mensen nodig hebben. Ik zie heel veel ISOs, CISOs heel erg hun best doen om bijvoorbeeld uh, te zeggen mensen hebben iets unieks nodig. Ik moet ze verrassen of um, um, uh, ze moeten van bewust of wat is het onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam of uh, het moet positief zijn, want anders dan um, uh, uh, wordt cybersecurity zo negatief. Um, ik kan je vertellen. Dan weet je niet. Het hangt per situatie, per organisatie, eh, van de groep medewerkers af... wat je het beste kunt doen. En daarom ga ik terug naar wat ik net zei. Um, vraag het de mensen wat ze willen. Want als je dat niet doet, dan ga je al je moeite stoppen... in het zenden van kennis terwijl mensen het niet tot zich nemen. In het um, uh, richten op awareness terwijl mensen eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn. Of in het bedenken van allerlei creatieve oplossingen... zet je een escape room voor de deur... Maar die gaat het gedrag niet veranderen. Dus in plaats van redeneren vanuit de oplossingen en aannames, denk ik dat we moeten gaan meten aan de voorkant. In dialoog met de mensen, hen vragen wat het is dat ze op dit moment tegenhoudt van bepaald gedrag. Willen ze het nou niet, weten ze het nou niet of krijgen ze nou de kans niet? En als je dat weet, dan kan je namelijk ook gerichter gaan interveneren. Want kom je erachter dat capaciteit de barrière is, dan weet je dus dat leren de oplossing is. Kom je erachter dat motivatie de barrière is, dan kom je erachter dat motiveren de oplossing is. Nou, en ontdek je dat gelegenheid de barrière is, dan weet je dat faciliteren de oplossing is. En zo zie je dat je op drie manieren gedrag kan veranderen. En welke dat is, dat uh, ontdek je dus in dialoog met de mensen. Nou, ik heb een concreet voorbeeld meegenomen om dit uh, iets te verduidelijken. Um, stel je voor dat je wil dat iedereen incidenten meldt. En we gaan met die mensen in gesprek, met een deel van de mensen, en die vertellen, um, als barrière komen we erachter dat mensen zeggen, nou um, ja, ik heb er wel iets van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet wat ik wel en niet moet melden. Of ik weet niet bij wie ik het moet melden, of, uh, of waar, of hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Nou, dat is dus een typisch voorbeeld van capaciteit. Dus hier is inderdaad de barrière capaciteit. Dus je oplossing is leren. En leren kan in verschillende vormen. Dus voor de ene organisatie helpt de data om informatie over waar moet je melden, wat moet je melden, in een, uh, op een poster in een lift te zetten. Terwijl voor andere organisaties uh, is het weer efficiënter om um, bijvoorbeeld een e-mail te maken waarin mensen dingen kunnen teruglezen, of een bericht op het intranet. Maar het komt er even op neer dat in dit geval zorg je er dus voor dat mensen incidenten gaan melden door ze te leren. Maar nu ga ik naar een andere organisatie en daar wil ik hetzelfde gedrag. Um, stel je ook weer voor, je wil dat de mensen incidenten gaan melden. Maar hier zeggen de mensen ja, maar ik heb in het verleden al best wel vaak iets gemeld en uh, ik heb nooit iets teruggehoord. Dus volgens mij wordt er helemaal niks met die meldingen gedaan. Um, en ja, volgens mij wordt het dus eigenlijk helemaal niet van ons verwacht. Dan zie je dat mensen dus de kennis wel hebben, maar de motivatie ontbreekt. Dus de barrière is motivatie. Dan is de oplossing dus motiveren. Want je kunt hier nog honderd keer gaan vertellen dat je wilt dat mensen melden, maar ze zijn niet meer gemotiveerd. Dus dan kun je het gedrag alleen maar veranderen door aan die motivatieknop te draaien. Nou, hoe motiveer je mensen in deze situatie? Bijvoorbeeld door een um, um, maandelijkse overzicht. Rond te mailen of te publiceren van alle incidenten die gemeld zijn. met wat er is uh, opgepakt en wat je ermee hebt voorkomen. Zodat mensen zien: hé, hey, mijn incident is inderdaad opgepakt. Uh, het wordt gewaardeerd dat ik meld. en ik heb, ik heb daadwerkelijk verschil gemaakt. Dus dan zie je dat je eigenlijk datgene wat mensen tegenhouden. meteen tackelt door op het goede in te grijpen. Nou, dan is er nog faciliteren. Stel je nou weer voor dat je wil. Dat mensen incidenten melden. Maar deze keer zeggen mensen ja, maar het zit bij ons, moet je een call aanmaken. En dat zit ergens verstopt in het intranet. En dat kan ik nooit vinden. En dat is zoveel gedoe. Dan zie je dat het ontbreekt aan gelegenheid. De barrière is gelegenheid. Dan is dus de oplossing faciliteren. Een manier in dit geval om dat te doen zou bijvoorbeeld zijn om uh, meteen op de homepage van het intranet een button aan te maken. Meld hier je incident. Of een button op hun desktop te installeren. Of misschien zelfs een app. Maar zorg er dus voor dat mensen makkelijker um, die stap kunnen maken. Dus faciliteer ze in het, in het zoeken van de plek waar ze een incident kunnen aanmelden. Ook hier weer, deze mensen die weten dat het van ze verwacht wordt. Ze zijn ook gemotiveerd. Maar doordat ze het niet kunnen vinden, werden ze niet in staat gesteld om het daadwerkelijk te gaan doen. Daar had dus ook weer leren, een e-learning een, een e over uh, dat je incidenten moet melden, uh, geen verschil gemaakt. Nou, zo zie je dus heel duidelijk dat het heel nauw komt hoe je gedrag echt kunt veranderen als je echt het verschil wil maken. En dat is dus door steeds iets stap terug te gaan en te kijken waar het nu aan ontbreekt en vanuit daar pas de juiste interventie te selecteren. Nou, wat ik dus in een notendop graag wil vertellen vandaag is, er is een kloof. Tussen awareness en gedrag, tussen weten wat je moet doen en het daadwerkelijk doen. Daarbij pleit ik dus om niet meer awareness langer als einddoel te pakken, maar gedrag, veilig gedrag als einddoel van je inspanningen. En gedrag bestaat dus uit meer factoren dan alleen kennis of awareness, namelijk ook uit motivatie en gelegenheid. Vervolgens, meet nou wat die mensen tegenhoudt, onderzoek nou wat nu nog de barrières zijn om dat wenste gedrag niet te vertonen. En dan kun je vervolgens heel gericht de juiste barrière weghalen. Want gedrag is dus meer dan kennis, namelijk ook motivatie en gelegenheid. En gedragsverandering is dus meer dan leren, namelijk ook motiveren en faciliteren. Dank je wel.